Hey mensen van Steengoed, welkom bij een nieuwe Paniek op de Boerderij. Welkom, welkom iedereen. We gaan eens even kijken wat we hier kunnen doen. Ik zit hier beneden in de verlaten mijn, Bram. Ja. Ik zit een beetje te kijken, maar ik kan hier geen ene kant op. Nee. Dus ik zie hier, ik heb hier olie, maar niet zo heel veel aan. Ik heb hier water, maar even hier kan ik wel heen. Oh mijn god, oh dit is zo'n sloom! Godver! Je moet even redstone meenemen. Ja, dat is goed. Oh wow! Kan ik hier doorheen? Nee. Ik heb dat water gegaan. Heb ik iets in mijn inventory? Ja, ik heb dirt. Mooi. Ik ren rondjes of zo. Ja. Auw. Kutbeest. Zo. Oh, dat is gravel. Gravel. Oh, nee, creeper! Baby creeper. Oh. Ik had die robot weg. Die robot moet even oprotten. Staat me in de weg. Ook een robot. Ja, dan sloop je die robot toch. Ja, staat me in de weg. Wat is dit? Bauxite, hey. Ja, meenemen. En redstone, hè? Ja, redstone. Want ik wou zo eigenlijk eens even naar die boom kijken, zoals ik de vorige keer had gezegd. Want ik wil dat gewoon eventjes gedaan hebben. Want ons eten moet op de juiste temperatuur worden neergezet boven die boom. Oh mijn god, ik kan niet ergens heen. Maak we er een grote koelcel in of zo? Manganese ore. Nee, je maakt wel een grote koelcel erbovenin. Haha, vet cool. Van, okay. Van iron blocks of zo, weet ik veel. Aluminium blocks. Oh, nog meer. Odie. Scheiße. Ik ben aan het dingetjes aan het planten. Zeg even, redstone, dat vind je toch een beetje onderaan? Een beetje... Ja, meestal in de beetje onder, ja, bij de lava of zo. Bij de lava. Bij de lava. Bij de lava. Is het altijd vet heet? Verdumpt. En ik niet de scheet. Maar nou gaan we zitten. Redstone is ruby ore. Ruby. Oké. Zo. Ik wil fucking redstone. En geen andere shit. Kom op. Jawel, bauxite. Ja, bauxite mag ook wel. Is het porch? Ik had het porch. Oh, ik heb een cave gevonden volgens mij. Of niet? Nee, het is een kleine cave. Wacht even, nee. Wacht. Hey, cave. Dat is nice. Oké. Okay. Redstone. Wat is dit dan? Uranium. Uranium. Ja, mag je meenemen. Oeh. Cinnabar. Ook niks aan. Er zit iron. Jij verstopt gewoon iron in deze chest. Oké, chest. In de opslag. Ook opslag? Die ik net gebouwd, waar ik net in gestopt heb. Ja. Ja, dat heb ik toch gezegd de vorige keer, dat ik daar het shit in ging droppen. Ik wist dat je iron nodig had. Gold, hebben we nodig? Ja. Redstone! Yay! Yeah. Kom maar weer terug. Furious ore. Heb je hem eentje nodig? Nee, één redstone, één blokje, nee, meer. Nou, ik heb één redstone gevonden. Oh nee, gaan we meer, er zit veel meer. Ja, er zit altijd veel meer in. Oh, Hermanse boom! En ben je er al uit wat we gaan doen? Gewoon een trappetje, zo, omhoog. Een trappetje omhoog of zo. Cool. Hé, hey, beste dwerg. Geef. Hier. Redstone. En bauxite. Goud. En gold. Ja, oké. Oké, wat ga je ermee doen dan? Breng het even weg. Is dat voor die sprinklers of zo? Nee, het is voor andere dingen, maar ik breng het even weg. Oh, oké. Ik ga dit ook even wegbrengen, want anders wordt mijn hele inventory naar de tyfus helemaal vol. We hebben geen zin in. Geen dingen oppakken. Wacht, er hoort een blokje onder. Waaronder? Huh? Waarschijnlijk per ongeluk weggehakt met dat ding of zo. Onder deze kist op de blokje. Nee, maakt niet uit. Dan maar een zwevend blokje. Kan gewoon. Het is Minecraft. Haha. Ik ga naar de boom. Ja, ik ook. Ik ga eerst even zon. Hebben we niet eerst hout nodig om een trap te maken? Ik heb een stuk hout. Denk je dat dat genoeg is om helemaal naar boven te komen? Nee. Dat is niet genoeg. Maar het is wel genoeg voor een beginnetje. Ben je aan de buitenkant de trap of aan de binnenkant? Ik denk aan de buitenkant. Ja, oké. Okay. Dan kunnen we ondersteunen met het palen.
Dan ga jij een bom haken, oké? Ja, is goed. Oké, deze ga ik even allemaal veranderen in planks. Hoppa. Tuurlijk werkt dat, joh! Alles werkt wat ik bedenk. Ja, niet alles. Weet je nog die ene keer met die bom, met die dwerg? En dat was jij. Boom! Oké, wacht. Ja, dat was ik. Ja. Hallo. Dit. Het moet 3 breed zijn, toch? De trap 3 breed gemaakt. Kun je niet mij vragen? Gafdom, ja, jou. Het wordt geen spiraaltrap zoals een spiraaltrap moet zijn. Het wordt gewoon een mooie trap. Het wordt mooie trapmuziek. Als het maar praktisch is. Ja. Waarom? Maar gewoon 3 breed. Zoals mijn leraar altijd zei, de trap hoeft niet spiraalachtig te zijn als die maar praktisch is. Zou je leren dat? Ja, nee, weet ik niet. Wat een praktische leraar heb jij. Ik slijf een ezel neer. Zo. Ja, hij was best wel praktisch in dingen. Ik heb bijna 2 stacks aan logs, dus. Oh, mooi. Ik denk dat we ongeveer... ik gok 7 stacks planks nodig hebben. Oh. Moet wel lukken dus. Hoor ik zo aan jouw stem? Ik wil meer dan 7 stacks planks. Meer? Oké. Denk ik. Even kijken hoor. Ja. 4, 8. Ik wil je godverdomme niet vanaf donderen. Zo, ik heb al genoeg. Ik kom eraan. Dan heb je zo meteen een boer met kiespijn. Oké, dat is wel slecht. Oh, dat is wel een mooie spiraaltrap, zie ik vanaf hier. Hou je klep, man, scheidbeest. Hier, voor je harses. Op je mel. Jij ook, zo. Ik kom eraan. Oké. Saplings. Waarom heb ik zoveel last van lek in één keer? Weet ik niet. Ha! Ha! Dat is niet lekker. Niet die flauw grapje. Ik heb wat voor je. Jij hebt wat voor mij. Ik heb wat voor je. Wat heb jij voor me dan? Kan jij hiervan afduwen? Nee. Nee, maar kijk. Echt waar? Als jij gewoon zo slaat. Ja, als je me slaat, dan is niet duwen, kuthoofd. Dan kan je er zo afduwen als je bij draait. Als ik jou sla, kan ik ook eens afduwen. Kijk, zie. Kijk, ik vanaf duwen. Nou, wat heb je voor me? Niet slaan, wat heb je voor me? Ik heb hout. Nou, geef dan. 1, 2, 3, 4, 6, 7, wat heb jij gegeten? Je kostte me hout uit, joh. Alsjeblieft. Oh, ik ben zo slecht. Dat mag genoeg zijn. Als jij nou eens voor meer energie gaat zorgen, of voor iets wat je daarboven als koelingcel kan gebruiken? Nee, ik ga eerst even energie maken. Ja, oké. Voor de sprinklers te maken. Dat is heel belangrijk. Ja. Welkom bij Boomhutjes Bouwen met Mart. We gaan eerst een spiraaltrappetje maken. En het trappetje is, zoals gezegd, een spiraaltje. Zou ik jullie eens even een leuk verhaaltje vertellen over een spiraaltje? Zo'n spiraaltje in je reet duwen. Nee, niet van mij. Nee, niet van jou. Dat vind jongens, waar gaat deze serie heen? Het was zo'n lieve serie. We maken niemand belachelijk. En nu is het in één keer van... Lief. Ja, zo'n ongeschonden serie, weet je wel. Geen racistische grappen of zo. Geen grappen over andere mensen. Maar dat mag toch wel gewoon, vind ik. Ja, eigenlijk wel, hè? Soms wel. Niet altijd. Hey, weet je wie ik echt een klootzak vind? Die Koen. Koen? Zo, ja. Ja. Godverdomme zeg. Man. Het kan echt een lulletje rozen laten zijn, zeg. Kan echt niet tegen zulke figuren. Grapje, Koen, grapje, een geitje. Nee, eigenlijk niet. Hij ziet het wel. Zo, ik heb hem met de lulletje infuser. Had ze. Goed zo. Oké. Er moet hier nog een kabeltje aan, natuurlijk. Ik heb ook nog een kabeltje. Volgens mij had ik nog 1 kabeltje ergens liggen. Zo, boertje. Ik heb geen kabel meer. Ik had er nog 1, waar is die? Waar is die probleem? Kabel. Oh, hier, ik zie hem al. Ik ga eens even kijken of ik jou kan zien van hier. Ja, ik zie een trap. Wow, dat is best mooi. Ziet er vet uit. Cool, hè? Oké, waar ben je? Hallo. Waar is mijn... Daar is dat ding. Pop. Waar zou ik erin plaatsen?
Ik denk bij het chiliveld, of niet? Deze? Het chiliveld is het grootste. Ja, dan groeit hij wat sneller ook. Ja. Dat is het midden. Dit is ongeveer wel het midden. Oké. Okay. Ik heb even wat dirt nodig nog. Weet je wat precious dirt. Oké. Okay. Uitsteeksel inderdaad, alleen... Maar joh, haal maar weg. Kom, haal maar weg. Nee, zo. Nee, laat maar. Haal maar weg. Haal maar weg. Laat maar. Nee. Jij wilde weg hebben, dan haal ik godverdomme weg. Als je de bovenkant van weg wil halen. Ja, ik kan er toch niet komen? Jawel. Oh, dan moet ik even omlopen. De zooi die pakt me beneden op. Kom je dat er ergens een kip onder staat of zo, die je zo'n blokje op zijn hoofd krijgt, dan kan ik er niet bij. Kan je erbij? Nee. Godverdomme, ik kan er ook niet bij. Oh! Het scheelde maar niks. Tot waar? Tot hier? Zo. Nou, wacht even. Ik kom wel aan. Wacht even. Het is wel goed. Even kijken. Maar wacht even. Nee, dit hoort helemaal niet zo. Kijk! Laat maar. Dan is dat een balkonnetje of zo. Dat is daar de ingang van de koelcel hierboven. Ja, dit gaan we nog even groter maken zometeen hoor. Oké. Maar ik ga... Oké. Het is wel hoog. Ja. Zo, nou goed. Ik draai vanaf hier. Ja, ik zie ook een eiland met die king slime erop, zeg maar. Mm-hmm. Oh, dat is wel een mooi uitzicht, hè, die boerderij zo. Mm-hmm. Holy shit. Goed, nou, ik vind het wel een hele prestatie van ons, dus ik ga het hierbij laten. Ik ook, ik heb geen zin meer. Nee, ik ook niet meer. Kom, we gaan lekker op de bank hangen of zo. Gaan een film kijken. Ga lekker niks doen. Harry Potter? Nee. Lord of the Rings? Nee, ik was bezig met Star Wars. Dus Star Wars is ook grappig. Is ook wel grappig. Nou goed, ja. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe paniek op de boerderij. Ik wil zeggen, boerzoekvrouw. Mm-hmm. Doe even een duimpje omhoog als je het leuk vond. Doe even abonneren op Steengoed voor meer van deze toffe content. En dan zeggen wij dikke doei en tot de... Boomhut. Tot de boomhut. Doei. Nee. Kijk uit. Niet slaan. Niet dat is weinig zeg. Niet met het ding slaan, maar dan ben ik in één keer dood. Okay. Ow.